Dit is de derde helft van maandag 18 maart met vandaag de volgende gasten. Kickbokser Anis Karkar uit Oost-Soeburg is professioneel bokser en won dit weekend zijn derde partij uit zijn carrière. De zusjes Naomi en Aisha Zuidweg wilden heel graag promoveren met Zwift naar de hoofdklasse. Maar dat kan na dit weekend niet meer, maar voor de toekomst is dat nog wel de bedoeling. En Jan-Kees de Bruyne is de voorzitter van voetbalclub Kloetingen en lanceerde het project 2020. Waarin staat dat Kloetingen met het eerste elftal op een hoger niveau moet gaan spelen. Daarover straks veel meer. We beginnen natuurlijk met het nieuws van onze gasten van het afgelopen weekend. Anis, zelf gebokst, maar er is nog meer opgevallen bij jou, hè? Ja, de nederlaag van Ajax bij AZ. De 0-1 nederlaag. Dus ja, dat vond ik spannend aan de ene kant, maar ook... En vond je het jammer dat ze verloren? Jammer, ja. Of ben je geen Ajax-ziet? Ik ben niet echt een Ajax-ziet, maar... maakt het wel spannend nu nog. Ja. Het was sowieso al spannend, maar nu maakt het nog spannender. Ja. Is het opvallend dat Ajax het bijvoorbeeld in Madrid wel zo goed doet en dan nu door de mand valt? Is dat wat je opvalt? Dat valt mij ook op, inderdaad. Dus zo zie je maar dat het dat de bal rond is. Ja. We gaan het zien de komende week hoe het afloopt. Jan-Kees, jouw nieuws. Nou, ik heb het niet in de voetbalsport gezocht. Ik was onder de indruk van Max Verstappen. Zijn podiumplaats. Weer begonnen in Australië? Ja, ik denk dat zijn verbeterde motor gaat bovenbrengen dat het echt een topcoureur is. Ja, en dat gaat opleveren dit seizoen een wereldtitel of ben ik dan te enthousiast? Ja, nou ja, laat het maar uitspreken. Zou toch mooi zijn? Ja. Laten we voor de wereldtitel gaan. Ben jij iemand die het op de voet volgt? Steeds meer. Ik ben niet zo iemand die uit zijn bed gaat ervoor. Dus gisteren ook niet. Dat had met mijn zaterdagprogramma te maken waarschijnlijk. Maar ik heb wel de hele race gekeken. En vooral die inhaalactie was fantastisch. Ja. Aisha, jouw nieuws. Ja, wij hebben samen een beetje over nagedacht en we hebben het vooral dichtbij gezocht. Een goede vriend van ons die bij ons in de selectie korfbalt bij Zwift, die heeft afgelopen zaterdag zijn rentree gemaakt. Na een jaar geleden te horen gekregen dat hij toch wel ernstig ziek was. Mm-hmm. Dus ik kan het gelukkig zeggen dat het was, want het is nu echt bijna zo goed als schoonverklaard. En heeft zijn rentree mogen maken en dat was voor hem en voor ons een heel emotioneel en mooi moment. En over wie hebben we het dan? Geerten van Molenbroek, ja. En hij is een speler die ook misschien wel weer in het eerste kan aangaan sluiten in de toekomst. Ja, hij wilde nu in ieder geval in het tweede nog eventjes... hij moet echt wel weer fit raken. Maar het was voor hem toch wel een overwinning dat hij hier nu kon staan. En daar zijn we heel erg trots op als club en als team. En het belangrijkste is dat hij terug is natuurlijk. Zeker, zeker. Naomi, jouw nieuws. Ja, iets internationaler dan van mijn zus. Maar afgelopen weekend waren ook de ATP-finals in het tennis. En wij hebben vroeger naast de korfbal ook getennist. Dus we volgen dat nog op de voet en vinden dat ook als we vakantie hebben met korfbal heel leuk om te volgen. En we zijn best wel met de familie Roger Federer fan. Weliswaar won die niet afgelopen weekend, maar voor mij en voor ons toch wel een voorbeeld dat je op zo'n toch wel relatief oude leeftijd nog steeds zo goed kan presteren. En dat vind ik heel mooi. Ja, het grote toernooi in Indian Wells, ook wel eens het vijfde Grand Slam genoemd. De finale verloren van Dominic Thiem. Ja. Wat spreekt je zo aan in Roger Federer? Ik vind dat hij gewoon technisch de mooiste tennisser is. Ja, fantastische backhand, maar qua stijl alles echt perfect. In de techniek, dus heel mooi om naar te kijken. Ja, een voorbeeld voor velen als topsporter. Ja. Wij gaan het hebben over kickboksen, want Anis Karkar uit Oost-Soeburg heeft in die tak van sport maar één doel. De allerbeste van de wereld worden. En dan moet je dus partijen winnen. En dat deed hij afgelopen weekend in België. Ja, Anis, zo ging dat ongeveer. Lord Kerem uit Antwerpen was het slachtoffer. Ik zie bij jou geen bloedneus, geen kapotte wenkbrauw. Het ging allemaal goed voor jou? Gelukkig, ik had mijn handjes goed omhoog. Dus, maar ik heb wel wat pijntjes aan mijn voeten en mijn benen. Dus. Maar voor de rest niet echt schade opgelopen. Nee, want waar heb je vooral last van na zo'n wedstrijd? Ja, vooral van je schenen. Ja. Je schenen en je bovenbenen, omdat je er toch constant trap op krijgt. En van mijn schenen, omdat je de trap ook af en toe blokt. Ja, dat zijn denk ik, dat is het onderdeel wat het meeste pijn doet. Ja, nou ben je fulltime met je sport bezig. Hoe ziet jouw week eruit als kickbokser? Mijn week ziet eruit als, even kijken, maandag, woensdag en vrijdagochtend train ik in Breda. En in de avond train ik hier in Vlissingen, bij de sportschool van mijn vader. Dinsdag doe ik lopen. Donderdag ook in de sportschool. En weekend eigenlijk vrij.
op zondag doe ik dan nog wel eens hardlopen voor mezelf. Of, ja. of met de sportschool zelf ook, met de groep. Het is een flink programma. Het is een flink programma, inderdaad, ja. En met als doel, ik zei het al, wereldkampioen worden. Ja, de beste van de wereld in de 70, het liefst in de 70 kilogram. Dat is mijn gewicht. Nou, heb je al wel eens de Fight Night gewonnen in 2017. Dat werd ook een beetje als wereldkampioen gezien, maar dat is nog niet genoeg voor je. Dat is nog niet genoeg, nee. Dat is van ook een grote organisatie. Omdat je bij kickbox heb je gewoon heel veel organisaties. Bij die organisatie was ik dus wereldkampioen geworden. Maar het doel is echt om echt de beste te worden. En dat is denk ik gewoon bij Glory. Ja, Glory is de bond dat voor is, jou. Denk ik, ja, dat is de grootste bond van de wereld. Ja, je noemde je vader al even. Hij is belangrijk voor je. Hij traint je ook. Ja, daar kunnen we ook even naar gaan kijken hoe dat dan ongeveer in zijn werk gaat. Kun je aangeven op welke manier hij zo belangrijk voor jou is? Door hem ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Ik ben gewoon als kleinkind een keer met hem meegegaan naar een training van hem. Want mijn vader geeft al jaren, echt al jaren trainingen. En ben ik gewoon een keer met hem meegegaan. Toen ik daar zat, wilde ik eigenlijk gelijk meedoen. Dat was het. Was hij zelf ook kickbokser? Hij was vroeger, hij heeft vroeger met name karate gedaan. Maar hij heeft ook gekickbokst, inderdaad. Ja. Hij heeft ook een paar partijen gevochten. Ja. En het zit sowieso een beetje bij ons in de familie. Dus mijn oom heeft gekickbokst. Zo heb ik mijn neven, achterneven. Ja, het zit gewoon in de familie. Dus, Ja. Maakt het indruk, Naomi, als je dat zo ziet? Absoluut. Ja, ik heb één keer toevallig een oefenlesje kickboksen gedaan. En ik dacht, nou, dat doe ik wel even. Nou, na een kwartier kon je me echt opvegen, want het was helemaal kapot. Echt conditioneel heel zwaar. En ook aan het einde van dat lesje had ik echt overal pijn aan mijn handen. En ook aan mijn schenen heel erg. Dat ik echt dacht van, jeetje, dit doet eigenlijk echt veel meer pijn dan ik eigenlijk had gedacht. Ja, ja. En de trainingen gewoon super zwaar. Dus heel veel respect. Ja, dank je. Ja, Kees, zou het ook wel zijn voor voetbal? Alles. Nou, ik heb net gezegd tegen Anies van bij de jeugdspelers bij ons zou het best wel eens goed zijn dat ze een trainingtje krijgen om een beetje de bewegelijkheid erin te brengen. Ja. En respect te krijgen voor die andere sporten. Ja, toch heeft kickboksen is op basis van respect, maar het heeft ook niet altijd een goede naam. Hè? Klopt. Ook dat soort gala's waar je bijvoorbeeld zaterdag was. Ja, daar gaat het wel eens over criminelen die daar bij elkaar komen. Ja, Hoe is het nu met de staat van jouw sport? Nu gaat het, daar hoor je eigenlijk helemaal niks meer over. Het gaat gewoon heel goed. Eigenlijk al de laatste jaren gaat het gewoon goed, beter eigenlijk. Ja. Je zei al honderden toeschouwers afgelopen zaterdag. Je bent een kickbokser, die zijn stoer. Maar toch ben jij kwetsbaar genoeg om te zeggen... psychologisch is het wel eens lastig voor mij om voor veel publiek te vechten. Zeker, ja. Ja, nu begin ik gewoon aan gewend te raken. Kijk, voorheen bokste je gewoon nog in kleine sportscholen... Er staan misschien max 200 man. Ja, en nu sta je gewoon voor volle zalen. En dat is gewoon, dat kan oplopen tot 2.000, 3.000 mensen. Ja, wat heb jij gedaan om daar beter mee om te kunnen gaan? Ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan eigenlijk. Ik praat er gewoon veel over. Gewoon thuis met de mensen in mijn omgeving praat je daar gewoon heel veel over. Hoe je het kan aanpakken. Maar het is ook gewoon... het is gewoon eigenlijk ervaring. Ja. Dat is denk ik het enige wat je daarbij kan helpen eigenlijk. Presteren op het moment dat het echt moet. Ja. Ja. Dat is ook iets wat we in het voetbal wel zien. Hè? Ik heb wel eens Ruud Pennings gehoord, die zei, de voetbaltrainer, die zei van daar zijn de Zeeuwen niet zo goed in. Nee, dat hebben we ook een beetje. Hoe komt dat? Ik denk ook een beetje de Zeeuwse mentaliteit. Je borst vooruit en laten zien dat wij hier ook genoeg kwaliteit hebben. En op het moment dat je al het veld inkomt en je bent al een beetje dat je denkt van wat wordt het? En dat is toch een gave. Ja. Er zijn wel teams die het hebben natuurlijk, maar over het algemeen horen we wel vaker dat het bij ons wat minder is. Aisha, ik zie jou knikken. Gaat het bij de korfbal ook wel eens? Ja, bij een bepaalde wedstrijd hebben wij dat ook wel. We spelen veel in de Randstad en heb je toch wel van die teams, dat noemden we dan wel eens de Haagse Bluff hebben hun dan. Soms laten wij ons in de eerste 5 of 10 minuten laten wij ons daardoor toch wel overlopen. En dan zie je dat bij ons dat we daar soms niet tegen gewassen zijn. Nee. Anies, terug naar jou. Je hebt nu de zaterdag gevochten. Is het dan een rustperiode die je nu hebt? Of kun je eigenlijk je volgende wedstrijd alweer bijna zien? Ja, rustperiode. Je houdt wel gewoon een paar dagjes rust. Gewoon voor jezelf, voor het herstel van het lichaam. En ook gewoon voor jezelf gewoon een beetje op adem komen weer.
En dan hoop ik gewoon ja, ergens deze week gewoon weer aan te sluiten om, ja, om weer te gaan trainen. Volgende wedstrijd, is die al bekend? Ja, is nog niet officieel, maar het zou kunnen dat ik 6 april weer aan de bak moet. Dat is al snel. Dat is al snel. Ja. En een knock-out heb je nog nooit te verduren gekregen? Nog niet, nee. Is dat wel iets waar je bang voor bent? Of, ja, bang. Bang is een groot woord, maar ik denk bij iedere vechter, zeker voor een wedstrijd, als je in de kleedkamer zit, dan krijg je alle, ja, alle gevoelens, emoties, die komen bij een vechter naar binnen in zijn hoofd van, ja, het kan goed gaan, het kan fout gaan, ik kan knock-out gaan, ik kan hem knock-out slaan. Ja, je krijgt zoveel, ja, emoties. En dat is misschien ook het leuke aan de sport. Ja. En ja, goed. Maar ja, van knock-out gaan moet je niet uitgaan. Je moet gewoon... Angst is een slechte raadgever. Angst is zeker slecht. Ja, je moet, als je bang bent, dan moet je niet erin stappen. Nee, nee, nee. Nou, dan ben je duidelijk niet, want zaterdag ging het goed. Wij gaan kijken naar basketbal, want de jeugd heeft ook een plaats in de derde helft. En deze week zijn we geweest bij Volharding. Basketbal dus. Je moet dribbelen en je moet dan je hand hier houden. Ik ben Noël Sties, ik speel al 8 jaar basketbal bij deze vereniging. En ja, ik vind het nog steeds een leuk sport. Er zijn eigenlijk te weinig verenigingen in Zeeland, vind ik. Ik vind dat er meer moet komen. Zo snel als je kan rennen, kom op! Basketbal is niet echt populair in Zeeland. Het is veel leuker als je in Brabant kan gaan spelen, want daar zijn ook meer teams en zijn meestal ook beter. Go! Het is een hele goede jeugd, dus ik denk dat ze inderdaad ook wel in Brabant kunnen spelen. En misschien wel in heel Zuid-Nederland, zodat je ook nog een stukje Limburg mee pakt laten. Van basketbal naar voetbal, want met het project 2020 wil voetbalvereniging Kloetingen stappen maken. Het hoort al bij de beste 200 amateurclubs van Nederland als enige Zeeuwse club, maar vooral het eerste elftal moet hoger gaan spelen. En aanvoerder Jaap Esser van Kloetingen heeft er in ieder geval ja, veel vertrouwen in dat project. Kloetingen is altijd een vereniging geweest waarbij het verhaal vooral belangrijk was, denk ik. Het is algemeen bekend dat, dat Kloetingen niet met torenhoge premies strooit. Dus dan moet je zorgen dat de rest eromheen goed geregeld is. Dat was altijd al het geval bij Kloetingen. En nu denk ik dat het ook nog eens goed verpakt wordt en door de juiste mensen verteld wordt. En dat is belangrijk, denk ik. Heb jij je geld in te zetten op 2020? Kloetingen weer terug in de hoofdklasse? Ik heb daar heel veel vertrouwen in, ja zeker. Ik ben niet zoveel geld inzetten, maar ik heb daar heel veel vertrouwen in. Wat ik zeg, het verhaal wordt goed gebracht. De juiste mensen draaien aan de juiste knoppen, om het even zo uit te drukken. Dus ik heb daar absoluut heel veel vertrouwen in, ja. Ja, Jan-Kees, jij bent als voorzitter mede verantwoordelijk voor dat project. Hij zegt, ja, het was er eigenlijk al, maar het is nu goed verpakt. Kortom, weinig nieuws onder de zon, of is dat te makkelijk? Nou, nee, weet je, we steken het niet onder stoelen of banken dat we de ambitie hebben om hogerop te komen. Alleen, we hebben daar ingezet op onze eigen jeugdspelers. Alleen die jongens, die zijn nog iets te onervaren om die werkelijke stap te maken. Wat we net over hadden, beslissende momenten, de beslissing kunnen forceren. Heb je sterkhouders voor nodig? Heb je ambitieuze spelers voor nodig? En die kans deed zich voor met twee spelers van Hoek. Lionel Fitch en Marijn Wijkhuis. Ja. En ja, zo is het een beetje op gang gekomen eigenlijk. Ja, want het project 2020, daar is uitgepikt eigenlijk Kloetingen moet naar de hoofdklasse. Maar jullie staan bovenaan in de eerste klas, dus dat zijn jullie al bijna. Ja, ja. Het omvat veel meer. Ja, weet je, het is met name een stabiele hoofdklasse. Kijk, weet je, het probleem is, je kan op het niveau komen door heel veel energie erin te stoppen. Maar op het moment dat je niet voorbereid bent, dan is de kans heel groot dat je weer terugzakt. En dat je weer opnieuw moet beginnen in dat verhaal. Ja, nu willen we gewoon in één keer die stap maken en stabiele hoofdklasse worden. Nou, 2020 heeft kan je twee kanten op. Hè. Dan kan het dit seizoen gebeuren of eventueel volgend jaar. En dan hoop ik dat gebeurt. Ja, want je zegt al Lionel Fitch en Marijn Wijkhuis komen van Hoek. Is het dan de bedoeling om nog meer spelers te halen? Ja, ja, we kunnen ook vandaag bekendmaken dat er twee nieuwe spelers komen. In de vorm van Ronaldo Meijer van Arnhem-Muiden en Martijn de Goffouw van Nieuwdorp. Ja. Die jongens hebben we heel bewust opgezocht. Hebben we eigenlijk geselecteerd op hun kwaliteiten. En met die jongens in combinatie met de eerder genoemde spelers. En onze eigen spelers natuurlijk hebben we er alle vertrouwen in. Ja, want die eerste twee genoemde komen van Hoek. Deze twee komen met alle respect uit de tweede klasse. Kun je daarvan verwachten dat die gelijk een stabiele hoofdklasse vormen?
Die kunnen mee. En die hebben gewoon de potentie, zodat ze gewoon mee kunnen groeien. En liefst zo snel mogelijk. Kijk, en we hebben ook een goede jeugdopleiding. We hebben een goed tweede team. En op die manier proberen we een mix te vinden van, ja, van feiten, waardoor we dus stabiel kunnen worden in die hoofdklasse. Je bent een echte clubman. Je bent als voetballer actief geweest bij Kloetingen. Je bent nu een paar jaar voorzitter. Hoe zou je jouw band met die club omschrijven? Nou ja, het zit gewoon in, het is mijn DNA, het zit in mijn bloed wat dat betreft. Ik bedoel, ik ben daar op mijn vijfde jaar rond gaan lopen en diverse functies gehad. Sponsorclub ben ik voorzitter van geweest. Jeugdleider van mijn eigen kinderen natuurlijk. Lang in gevoetbald en nu beleidsmatig de nodige dingen met mijn medebestuursleden natuurlijk. Ja. En we hebben ook een hele gezonde businessclub op dit moment die groeit. Dus eigenlijk alle bestanddelen om de stap te maken. Maar je bent zoals iedereen in alle anno 2019 een druk man, eigen bedrijf. Ja. Maar je hebt er dus wel voor over om al die extra tijd nog in die club te steken. Nou ja, weet je, het is ontspanning. Ik zeg vaak tegen mensen, het moment dat ik op een avond op het sportpark kom en ik hoor de jonge kinderen trainen, de geluiden van spelende kinderen die naar de zin hebben, dat is eigenlijk het mooiste. Ja, hier ben je bijvoorbeeld als toeschouwer bij het eerste aan het kijken. Ja. Trainer Marcel Laurens is daar ook zo'n clubman die in het eerste heeft gespeeld, die de kar moet gaan trekken. Maar ook binnen jouw eigen familie zijn mensen met VV Kloetingen bezig. Is dat ook noodzakelijk dat je vrouwen en je kinderen ook met die club verweven zijn? Nou, het is vooral makkelijk. Ik bedoel, als ik er veel uren in steek, dan gaat het makkelijker op het moment dat zij er ook bij betrokken zijn. En aan de andere kant is het wel eens lastig, want mijn eigen kinderen kijken, ja, dat wil ik natuurlijk wel graag. Maar dat gaat ook niet altijd heel makkelijk, omdat ik andere verplichtingen heb. Ja, want een voorzitter moet er eigenlijk altijd zijn. Ja, dat zeggen ze, maar dat probeer ik wel een beetje te doseren, want anders dan wordt het een lastig verhaal. Ja, nog even naar het eerste, want dit seizoen gaat het prima. Jullie staan in de top 3 van 3 ploegen die strijden om naar de hoofdklasse te gaan door dit soort prachtige doelpunten die we wel eens op het Westerlopark zien. Ja. Ja, hoe groot is de kans dat het gaat lukken? Ja, dat is lastig. Hè? Ik heb er dit jaar wel vertrouwen in. Ik bedoel, afgelopen zaterdag spelen we minder de wedstrijd. Maar op het moment dat je hem toch wint, dan is dat meestal wel een signaal dat het zou kunnen gaan gebeuren. En er wordt alles aan gedaan. Dus wat dat betreft, we houden vertrouwen. En met name de laatste wedstrijden in de competitie, die worden echt leuk. Want dan treffen we 2 keer nog de concurrent thuis. Is bij jullie in de kantine eigenlijk altijd gezellig? Ja, zeker. Heel gezellig. Mooie kantine ook? Absoluut. Ja, nou, wij doen zoals je misschien wel weet de kantine-test in dit programma elke week. En deze week zijn we geweest bij de biljartvereniging in Middelburg. Ja, we hebben vandaag weer een hele bijzondere, spannende en vooral spectaculaire sport uitgekozen. We zijn bij biljartvereniging in Middelburg. Ik ga daar eens even de kantine testen. Het ziet er al een beetje ouderwets uit hier, hoor. Kan ik je vertellen. Ja, voorheen heette deze biljartvereniging De Molle. Dat kwam omdat ze in de Molstraat in Middelburg zaten, in het centrum. Dit, buiten het centrum, is natuurlijk heel interessant voor zo'n vereniging waar veel ouderen op afkomen, gratis parkeergelegenheden enzovoort. Per 1 augustus 2020 moeten ze de deur uit, want de eigenaar van dit pand gaat weg. Waar gaat de club, die meer dan 50 jaar bestaat, 51 jaar inmiddels, dan naartoe? Ja, op zoek naar een nieuwe kantine, naar een nieuwe ruimte. Nou, daar gebeurt het in ieder geval. Biljarten. Ik zag daar een aantal biljarttafels staan. Dit is de kantine. Nou, op zich prima ruimte, lijkt me zo. Maar volgens mij zit hier heel weinig jeugd. Hier zit helemaal geen jeugd. Helemaal geen jeugd zelfs. Hier zitten alleen maar mensen van 55 jaar en ouder. Want wij biljarten van 9:00 tot 17:00. En dan zijn de jeugd is op school. Hey, jullie zitten hier nu 10 jaar? Bijna 10 jaar. Bijna 10 jaar. Ja. Maar jullie moeten hier weer uit, hè? We moeten op 1 augustus 2020, als het allemaal loopt zoals ze zeggen, moeten we dit pand verlaten. Ja. Al het mooie werk voor niks gedaan, joh. Ja, dat kun je wel zeggen. Joop, wees nou eens eerlijk. Kan je begrijpen dat ik dit een beetje een saaie kantine vind voor mijn leeftijd? Meen je dat nou? Nou ja, ik vind het een beetje op een crematorium lijken zo. Nou ja, dat zijn... Nee, maar wij niet. Wij vinden een hartstikke fijne kantine. Ja, maar dat kan ik ook weer begrijpen. Maar kunt u ook begrijpen dat mensen van mijn generatie dit een beetje een saaie kantine vinden? Ja, dat kan ik begrijpen. Je bedoelt de mensen die een stuk jonger zijn als wij. Ja. Nee, maar dat kan, ja.
Maar goed, zo vinden wij dat niet natuurlijk. Dat mag ook. Ja, natuurlijk. Ja. 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 En af en toe komen de vrouwen ook mee, die mogen ook meekomen dan. En dan, ja, dan wordt er wel... Dan is het wel gezelliger, denk ik, want hier zijn geen vrouwenlitten. Nee, dat is wel even aan geweest. Er zijn twee letten aan, maar die zijn bij weggegaan. Waarom weet ik niet, maar... Daar zullen zij vast wel een reden voor hebben. Dat is misschien een reden voor wat dan. Ja. Normaal gesproken dan test ik ook elke week iets in de kantine. Dat kan zijn een broodje gezond of een broodje kroket of wat dan ook. Maar wat heeft u mij te bieden? Nee, wij hebben geen etenswaren. We hebben alleen maar een flesje fris of een cola of een biertje of een wijntje of koffie. Maar voor de rest hebben wij niks van etenswaar. Nou, dat geloof ik wel. We kunnen door naar de decibeltest. Ik ben benieuwd of deze groep in het klassement komt, maar hoe populair is deze kantine van Zeeland? Ja! 117,6. Nou, dat was nog best wel hard, toch? Ja, voor biljarters klonk het nog aardig door. We blijven in Middelburg trouwens. In de top 3 staan ze niet, deze biljarters, maar toch goed gedaan. We blijven in Middelburg. Hoofdklasse korfbal, dat wilden ze zo graag met Zwift. Maar na afgelopen zaterdag de verlieswedstrijd in de overgangsklasse tegen Fix... zit dat er niet meer in voor Zwift uit Middelburg. Ondanks deze doelpunten van Naomi en Aisha Zuidweg. Ja, Isha, normaal scoren jullie heel veel, maar dit waren de enige twee afgelopen zaterdag, hè? Ja, dat is een beetje weinig vanuit onze kant, maar sowieso vanuit het hele team. We begonnen eigenlijk best wel slecht, als ik het zo even mag zeggen. 17-7 bij rust. Ja, dat is eigenlijk als eerste helft was het gat al geslagen. En dat is natuurlijk best wel snel om te zeggen, maar ja, 10 punten verschil is gewoon nog lastig om dat weer op te pakken. En als we moesten winnen van Fix, maar dan zou het in ieder geval met 4 punten verschil moeten zijn. Want anders was het onderlinge resultaat was dan niet genoeg voor het kampioenschap. Ja. Dus nu was het eigenlijk wel klaar. Hoe groot was de teleurstelling, Naomi? Die was er. Hij was wel een heel stuk minder groot voor mijzelf in ieder geval dan bij Oranje-Wit thuis. Ik denk, ja, afgelopen zaterdag verspeel je het kampioenschap definitief. Maar eigenlijk hebben we hem daarvoor al weggegeven. Want ook al hadden we zaterdag met 4 doelpunten of meer gewonnen, dan waren we nog afhankelijk van andere resultaten. Dus de teleurstelling dat die zaterdag echt definitief werd, die was er wel. Maar die wedstrijd van Oranje-Wit, daar ben ik wel echt een week ziek van geweest. Ja, dus, jullie hebben eigenlijk het kampioenschap al eerder verspeeld. Zeker. Ja. En daardoor dus geen hoofdklasse volgend seizoen. En volgens jullie trainer Dennis Plantinga wilden jullie dat wel heel graag. Die drive en die ambitie, die is er. Die hebben zij. Dat heeft Naomi ook nagejaagd natuurlijk in de tijd dat ze bij KZ speelde. En ja, hoe mooi zou het zijn als je dat bij je eigen vereniging, waar ze uiteindelijk toch zijn opgegroeid, kunt bereiken. Dus dat hoop ik zeker. En dat hoop jij ook, Aisha, toch? Ja, zeker. Ja, dat was iets waar we voor wilden gaan. En dat hebben we ook al durven uitspreken met het team waar we nu staan. Ik denk wel dat we een jong team hebben die heel ambitieus is. Dus dat durfden we met elkaar uit te spreken dat we naar de hoofdklasse wilden. En nu dat niet door is gegaan, dat is zuur. Daar balen we van. Maar het veld komt eraan en daar hebben we nu onze pijlen op gericht. Dus, en daar staan jullie bovenaan? Daar staan we bovenaan, dus daar staan we nu heel goed voor. En de eerste wedstrijd is ook meteen belangrijk. Dus daar gaan we gewoon weer voor. Ja. Ja. Jan Kees, verstand van korfbal? Nee, echt, maar ik vind het wel fantastisch knap hoe die verre schoten erin gaan. Dat vind ik echt knap. Het zal wel veel trainen zijn, maar ik vind het echt knap om te zien. Is het veel trainen, meiden? Wij trainen zelf 2 keer in de week. En op zich, qua hoeveelheid, valt dat nog best wel mee. Maar ik weet nog wel dat wij vroeger wel een paal staan in de korf. Dat wij heel wat uurtjes daar hebben besteed met alleen maar schieten. En hoe meer je dat doet, hoe beter denk ik ook gaat. Maar je hebt ook op een hoger niveau gekorfbal, begrijp ik, of niet? Ja, klopt. Ik heb zelf in Utrecht gestudeerd. En toen werd de afstand naar Middelburg toch wel heel erg groot. Ja. En in de Randstad heb je clubs die op een hoger niveau spelen. Dus dus ik heb toen gedacht van, ik probeer het en ik ga ervoor. Ja. En dat is heel goed bevallen. Heb ik geen spijt van gehad. En het was een hele gave ervaring.
En nu ben ik weer terug en dat bevalt ook heel goed. Ja. Ja. Ja, want voor de mensen die het niet volgen, je hebt de overgangsklasse, daar speelt Zwift in. Daarboven zit de hoofdklasse, speelt Top Arnhem-Muiden in. Ja. En daarboven zit de Korfbal League. Jij speelde bij OVO en KZ. Ja. Was de reden dat jij in Utrecht klaar was dat je hier weer terug bent gekomen? Ja, in principe wel. Ja, ik heb in Middelburg eigenlijk een leuke baan gevonden. En heel veel vrienden en familie die hier wonen. Dus het was voor mij reden genoeg om terug te gaan. En toen kon ik ook weer bij mijn oude clubjes spelen met mijn zus in het team. Dat was ook voor het eerst. We hebben nooit bij elkaar echt een team gespeeld. Dus nu eigenlijk voor het eerst. En dat is hartstikke leuk. Ja, is zij je voorbeeld eigenlijk, Aisha? Want we zien hier Naomi in actie. Ja, ze is belangrijk in jullie team, hè? Ja, zeker een belangrijke kracht. Ik vond het heel fijn dat ze terugkwam. Ook gewoon qua omdat ze mijn zus is, maar ook qua spel. Dus ik denk dat zij veel ervaring heeft meegenomen vanuit het hogerop spelen. En je ziet op van die momenten, net als afgelopen zaterdag, dat zij toch ook wel even in de rust... dan neemt ze ook gewoon even het woord. En dan merk je dat zij die ervaring heeft en toch de boel wel een beetje weet op te peppen. Dus zij is wel een van die vaste krachten die je wel nodig hebt in ons team. Ja, korfbal is vaak een familiesport. Je ziet heel veel mensen bij de familie allemaal rondom zo'n vereniging. Was dat of is dat bij jullie ook het geval? Nee, eigenlijk niet. Nee, mijn ouders zijn allebei tafeltennissers. Mijn moeder nog steeds en mijn vader is ermee gestopt. Dus eigenlijk is Naomi er toen op een gegeven moment opgegaan. En toen ben ik haar achterna gegaan. En we hebben wel wat nichtjes en neefjes die allemaal korfballen, maar vanuit ouders niet. Nee, ook nog andere sporten gedaan eerst? Ja, wat ik al zei bij de rondblik. We hebben getennist vroeger, we hebben gedanst. En op een gegeven moment dan ga je naar de middelbare school. Dan krijg je wat meer huiswerk. Ik geloof dat het was. En dan moet je toch een keuze maken. En een sport die je toch het leukst vindt. We gingen ook wat vaker trainen. Kwamen in hogere teams. En toen is het uiteindelijk korfbal geworden. Ja, geeft het een andere dimensie aan de sport dat het een gemengde sport is? Want daar zijn er niet zoveel van, hè? Nee, klopt. Ja, ik vind, omdat we het van jongs af aan eigenlijk al hebben gedaan, is het voor mij gewoon. Maar toch, ja, als je met mensen spreekt over korfbal, dan gemengde sport, dat wordt toch altijd wel even benoemd. En ik vind het altijd heel erg leuk. Ja, ik kan zelf, kan ik me niet voorstellen dat ik met een... met 11 verschillende meiden in een team zit, zeg maar. Zeker niet nu ik dit gewend ben. Ja. Dus ik vind het voor de afwisseling vind ik het heel gezellig en heel leuk. Absoluut, ja. Dit seizoen niet gelukt, Aisha, maar er komt gewoon weer een volgend seizoen natuurlijk. Hè? Tuurlijk, dat is het ook. En ik heb er ook wel vertrouwen in, zeker met dit team. Wat ik al zei, wij zijn best een redelijk jong team. Er zitten een paar wat ouderen bij, maar die geven ook wel aan dat ze nog wel door willen. En dat de drive er nog steeds is, ook vanuit de spelers, maar ook vanuit de staf. En heel de club merk je ook eigenlijk wel dat iedereen het veel meer support en veel meer steunt. En dat voelen wij als spelers ook wel, dat het veel meer is gegroeid dan op het begin van vorige seizoenen, zeg maar. Dat is echt wel veranderd bij ons op de club. Ja, dus nu op het veld kampioen worden en dan volgend jaar in de zaal weer proberen. Dat is het eigenlijk. Ja, daar gaan we voor. Ja. Jan Kees, het seizoen duurt nog een paar wedstrijden. Als het nu niet lukt voor Gloetingen in dit seizoen, is er dan paniek? Nee, geen paniek. Zeker niet. Maar het zou prettig zijn als het gebeurt. En 2020 zei ik, dan hebben we nog een tweede kans. En als het dan niet lukt, dan zou het heel jammer zijn. Maar we gaan ervoor en ik heb er alle vertrouwen in. Anis, wanneer moet die wereldtitel vallen? Of heb je niet echt een datum op staan, maar wil je hem gewoon in je carrière gaan scoren? Ik moet hem scoren, zeker. Ja. Ja. Gaan we zeker voor. Hoeveel sterker moet je nog worden? Nog heel veel sterker. Veel treden. Veel treden. Dag weer. Okay. Ja, we houden je in de gaten. Bedankt voor de komst. Ook de andere gasten. Dit was de derde helft voor vandaag. Volgende week zijn we natuurlijk weer. En voor nu bedankt voor het kijken en nog een hele mooie avond.